10 mei 1941 ben ik vertrokken. Precies 1 jaar na de bezetting. In 1942 waren we op weg naar Curaçao. En daar kwamen we aan, nog voor Koninginnedag. En in begin 1943 kwam ik dus bij de RAF. En die RAF, dat was nog een lange opleiding. Ik heb dus moeten wachten tot mijn operationele vlucht, tot het voorjaar 1945. Ja. Op het einde van mijn opleiding werd ik overgeplaatst naar Schijndel. Want in Schijndel, dat was het noodvliegveld. En daar was toen geplaatst 322 Squadron. Was Spitfire Squadron, Nederlands Spitfire Squadron. Tenminste, de meeste vliegers waren Nederlanders. Die hadden ze tegen het einde van de oorlog, werden die een beetje uit de RAF bij elkaar gebracht in dat squadron. We kregen zelfs op het laatst in maart 1945 een Nederlandse commandant, Bob van der Stok. Op een zondag zei mijn commandant, die zei, je bent pas hier, je kunt wat vliegen rond het vliegveld. Lokale verkenning, weet je wel. Dat is makkelijk als je terugkomt van een vlucht, dat je die omgeving een beetje kan. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, mag ik dat een beetje ruim interpreteren? Hij zegt, hoezo? Hij zegt, nou, mijn ouders wonen niet zo heel ver van Schijndel vandaan, in Horen. En ik zou de, hij keek me een beetje aan en zegt, nou vooruit maar, zei hij. Nou ja, dan ben je in een paar minuten ben je daar. En dan zie je de torens in Horen al liggen. En je hebt de kasteeltoren en de kerktoren dicht bij elkaar. En ik dacht, als ik daar de gelegenheid toe kreeg, dan vlieg ik eens tussen die twee torens door. En dat was net bij het uitgaan van de kerk. Wij zaten in Schijndel. Maar ik ben toen neergeschoten in Zutphen. En op een dag dat we 4 toestellen verloren. En dat was 1 april, paasdag in 1945. Kijk, we vlogen van bevrijd gebied naar bezet gebied. En meteen als je die grens overkwam, en dat was toen in de buurt van Zutphen in die tijd, dan kreeg je luchtafweer. En dat zie je allemaal, omdat er lichtkogels tussen zitten. En die komen allemaal recht naar je toe. Maar die flitsen ook weer aan je voorbij. Dus ik zag dat wel. En, maar tot die ene klap, hè, ineens een geweldige klap. De motor viel uit. Dus heb ik mijn riemen goed vastgemaakt. En een buiklanding gemaakt en het vliegtuig vloog toen in brand. Mijn nummer 1, Peuter Jansen, die volgde mij en die vloog vlak over mij heen toen ik op de grond in brand stond, zeg maar. En daardoor bracht hij me een beetje bij mijn positieve ook. En klom ik er nog op tijd uit. Hè. Ja, dat was weer een van de verhalen uit ons museum. Bedankt voor het kijken. Wil jij deze en alle andere verhalen uit onze collectie zelf beleven? Koop dan snel je tickets. Of steun ons museum en word vriend. Of check de merchandise in onze webshop. Ja, alle links in de beschrijving. En vergeet niet te liken en subscriben. Tot de volgende. Houdoe.